Oh, jij bent niet... oh, Sorry, stop. Stop it, stop it. Hou je bek, want ik had je bek. Hey, hou jullie op zoek, alsjeblieft, woorden, wat is dat? Maar het is wel de pittigste. Sis, ik ga wel eerlijk toegeven. Was wel, weet toch aan het vlammen? Ik had gedacht dat eigenlijk Daphne heel erg flink zou zijn. Dat echt die, die, die Surinaamse roots naar boven dat zou komen. komen. Maar ik heb die Surinaamse roots gezien, maar bij Femcup. <laughs> 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 Femke is een G, <laughs> Femke was gewoon die blakka bij ja, en dat ja, is ja. eigenlijk jammer, is jammer, is jammer. Ik hoop dat ze het uiteindelijk wel goed maken. ik ben wel benieuwd hoe die finale aflevering gaat zijn. Veel saus, geen cap. Welkom bij een nieuwe aflevering van Veel Saus, Geen Cap. Ik ben Chantal. En ik ben Tatoe Gilly. En zoals altijd gaan we het weer gezellig hebben hier, team Hindelijk in de beelding. Jawel, jawel. Uh, Gilly, jij kijkt yes. geen tv, maar ik weet zeker dat je tv hebt gekeken deze week. Heb je video land gekeken? Echte meisjes in de jungle. Boe, ik heb een paar fragmenten wel eventjes gezien wel, man. <laughs> Lijpe shit. <laughs> Oké, okay, even Bro, een klein... bono, Babes. Okay, okay. Huh? <laughs> een kleine wow. recap voor mensen die het niet hebben gezien. Echte Meisje in de Jungle gaat over influencers, poppetjes. die ze daar in de jungle stoppen. en dan moeten ze allerlei uh, opdrachten gaan uitvoeren. en dan kunnen ze geld winnen. Nou, uh, een paar van de mensen die erin zitten zijn. Satan, Zijn Vonneke Bonneke. welke bekende mensen. Ik ken die mensen niet toch? Femke Louise. Femke Louise. Uh, en de rest is voor mij. En, en Kelly. Ja, ja, en ja. Uh, Michella. En de rest is voor mij onbekend eigenlijk. Maar, uh, voor jullie misschien wel. Is weet ik veel. Het was een naam, Salma. In ieder geval. Ehh. Yeah. Uh, uh, Femke Louise. <laughs> <laughs> en Daphne had de ruzie met elkaar. <laughs> <laughs> ik ben dat koude komisch, Waarom? Wie die wat je net zegt? Daphne. Dat is dat donkere meisje. Hou je wafel. Kijk. Weet je wat ik zo grappig vind? Kijk, Daphne praat altijd heel correct. Yeah. Toch? Heel netjes. Heel netjes. En ik, ik snap dat, dan ga je, je kan je je snel aan het gaan irriteren. Maar ja, ik vind het gewoon oké. Okay. Je weet toch, liever praat ze correct dan dat ze krokaant praat. Ja, liever heb ik dat. Oké, okay, nu hebben zij dus ruzie met Femke Louise. Omdat ze lopen te konkelen over elkaar en die flink zijn. <laughs> <coughs> Om gewoon eerlijk toe te geven dat ze konkelen. Oké, okay. ik moet het goed vertellen. Want als je niet hebt gekeken, moet je het ook snappen. Uh, Daphne en Femke Louise waren eerst twee maanden met z'n tweeën. Ja, mm -hmm. hun gingen eerst dus samen vooral of over iedereen. Uh, ze hadden het niet met die Michelle. Ja, dus vanaf de eerste aflevering hadden hun, had uh, Femke Louise gezegd tegen Daphne. En Daphne tegen haar, hey, uh, Michelle moet als eerste eruit. Ja, uh, dat ja, ja, was ja, ja, gewoon die ja. takkie van hun. Dat was hun, hun, hun strategie. Taki, strategie van die moet eruit. Maar in die visie van Michelle, zei Femke dat niet. Oké. Okay. Mm. Nu in het proces van het, van het spel. <laughs> hey, toch, het er steeds weer de mensen over. Was Daphne in deze over met, uh, even kijken, met Kelly. En Michelle en Femke. En ze voelden zich daar een beetje. Ja, ze voelden zich niet echt thuis in het groepje. Ja. Dus ze voelden zich een beetje uh, buitengesloten. En uh, toen ging ze dus wonder boven wonder. Ze mochten eten met het andere kamp. Heeft ze het goed gemaakt met Michelle? Terwijl hij waren eigenlijk aardsvijanden waren. Okay. En die goed maken met Michelle. Ik van, zo'n Is ze nu alles gaan bedenken? Ze <laughs> is alles gaan bidden. Wat Femke heeft gezegd. En dan zijn ze nu in die confrontatie. En in die confrontatie, daar hebben ze me te pakken bij mijn ballen die ik niet heb. Ja? Femke Louise de Switch heeft mij gepakt in mijn ziel. Ja, sorry, zij kan echt niet schelden. Sorry. Jij bent niet goed. Jij bent niet goed. Jij, sorry, stop. Stop het, Stop het. Hou je bek, want ik had je bek. Hey, hou jullie op zoek, alsjeblieft, woorden. Wat is dat? Maar het is wel de pittigste. Sis, ik ga wel eerlijk toegeven. Ik was wel weet je, toch, aan het vlammen. Ik had gedacht dat eigenlijk Daphne heel erg flink zou zijn. Dat echt die, die, die Surinaamse roots naar boven ja, zou komen. komen. Maar ik heb die Surinaamse roots gezien, maar bij Femco. Haha! <laughs> <laughs> is een G. Femco was gewoon die black bij. Ja, en dat ja, is ja. eigenlijk jammer, is jammer, is jammer. Ik hoop dat ze het uiteindelijk wel goed maken. Ik ben wel benieuwd hoe die finale aflevering gaat zijn. Want het is eigenlijk wel zonde. Want ze waren wel leuk samen. Weet je toch, vriendinnetjes en shit. Nu door drukking, je hebt ja. honger en shit. Je bent in het bos. Is vervelend. Conco time. En dan uh, hebben jullie nu ruzie met elkaar maar ja, het was ja, ja. wel grappig. Ik het ja, wel Normaal grappig. kijk ik zulke dingen niet, maar deze ik ga de aankomende week kijken, Zodat ja, ik een beetje ook uh, meer feedback heb. Juist, yes, dat je op te of? date bent. Op te date bent. Want ik heb die, alleen fragmenten nu gezien. Maar die Griselda Blanco ben je sowieso op to date. Jij hebt ja, het zeker, je hebt ja. het zeker gekeken. Ik zeg je eerlijk, ik ben uh, ik, 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 ik heb echt gangster en uh, maffia documentaires kijk ik al jarenlang. En dan weet je wat gebeurt? ik ken, ik ken het verhaal van Grizel, dat ken ik echt gewoon. Die documentaire heb ik vijf of tien jaar geleden die heb al, je al tien gezien. keer gezien. Ja, die dus heb nu al zit gezien. ik met vrouwtje te kijken. En dan. Maar wat viel je op? Elke volgende aflevering, zei ik binnenkort, gaat ze een bladje. <laughs> Want je weet, wat, ik, ik heb die <laughs> knowledge. Toch? Ik weet gewoon die knowledge. Ik heb die echte documentaire gezien. Ja. Dus ik denk in die serie, oké. Okay, ik denk misschien volgende aflevering. Opeens heeft ze zo'n cholo of zo, een soort papi en zo. Ik denk, oké, okay, oké, okay, misschien gaat het straks uit met deze. Maar ik zie, we komen steeds dichter bij die laatste aflevering. Nu zitten we in aflevering 6. En dan denk ik, hè? Nog steeds die kill niet? Nu zit ze vast, het is klaar, het is afgelopen. Die kill komt niet. Dan denk ik gewoon, ze hebben het gewoon gewitwash. Ze Hetzelfde wilden... wat ze met de Bijbel hebben gedaan. Met alles eigenlijk. Jezus, Jezus is opeens blonde ogen, blonde haren, blauwe ogen, al die shit. Ga met... maar naar de musea's. Achterin zijn die beelden wel van onze voorouders, maar die gaan ze niet voorin zetten. Ja, ja, ja. Dat ja. is gewoon altijd zo. En ik maar denk... maar ik, hou, ik, ik heb wel genoten van Grisel. Ja? Ik hou van, zulke series. Ik, ik ging van al, zulke series. ik ging stuk bij die comments uh, wat die zoon had gegeven: dat die zoon vond dat uh, die vrouw niet goed genoeg was om zijn moeder te representeren. Nou sorry, zijn moeder is koude lelijk. Sorry dat ik het zo... Ja, sorry hoor. Dat dus is Die vrouw die het speelt is gewoon één prachtige vrouw. Je moet blij zijn dat ze zo'n vrouw hebben gezet. En niet de vrouw die echt lijkt op die moeder. <laughs> sorry dat ik het zo moet drukken. Die moeder heeft een zo'n aardappel in. Ah, ja, ja. En dan ga je nu commentaar hebben op die, op die mooie model. Ja, sorry. Die vrouw is gewoon mooi. Sorry. Dat vond ik eventjes zo... Maar op wat, 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 wat was zijn commentaar? Over de zijn, uiterlijk? Hij vond gewoon... Was niet uh, uh, de, de goede persoon om zijn moeder te representen. Ja, misschien... misschien... Kijk, wat we niet moeten vergissen. Misschien bedoelt hij gewoon die doen en laten. Want hij kent zijn moeder misschien het beste. En dan denkt hij van: hey, Deze vrouw speelt mijn moeder niet zo. Ja, maar dan, zo dan moesten ze, ze dus een lelijke hebben. gewoon, Die zal echt op lijken. Dat zou hij het geloven. Ja, maar gaat het over lijken of hoe? Geen op, idee. Ik ik hoe ze het speelt. Geen idee. Want, kijk, als je kijkt maar naar zelf hoe als ze het, speelt... het speelt, vind ik het goed. Want als je beelden hebt gezien van die vrouw, hoe ze was, dan, dan ja. ik lijkt het erop. Ze heeft het goed gedaan. Ze heeft het, goed ah, goed ze heeft, ze heeft het zeker niet ah, slecht ze gedaan. Ze heeft het goed neergezet. Ja, ah, je weet toch, ik, bijvoorbeeld. Uh, als je hoe we jouw karakter kennen toch? Ja. Als iemand anders jou moet gaan spelen, jouw zoon gaat zien van, hey, nou zo dit. Het gaat, ja, maar het gaat nooit zijn als diegene. Het moet in de buurt komen. Het Kijk, de echt, enige persoon waarvan ik bijvoorbeeld acteurs, waarvan ik vind dat die persoon echt altijd iemand goed na kan, is Denzel Washington. Ja, waarbij, ja. Uh, hoe heet die ene film weer, waar hij die ene gangster na doet? Uh, Frank Lucas. Ja, ja, ja. Die doet ja, echt ja. goed na gangster, dat is Die cool. doet hij echt ja. goed na. Als je die echte kill ziet in die documentaires en je kijkt naar die kilo, ja, dan zie je dat hij, hij die keel echt gestudeerd. Maar dat zijn, dat zijn echte acteurs, die ja. bestuderen hun rol. Juist, en dat kun je toch bij zo iemand... Kan je ik ga je commentaar vinden, dus misschien op de finesse heeft die zoon gelijk, maar ik vind op het uiterlijk... Jij ja, hebt bepaalde acteurs, hun spelen gewoon dezelfde rol, elke keer met andere kleren aan. ja en dan heb je andere acteurs, hun, veranderen hun hele noemer, alles. En ze, zijn, hele... ze veranderen het in dat karakter wat ze spelen: hun, 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 hun accent, alles. Ze, zijn, toch, ze leven dat gewoon dingen. erin. Gewoon. Ja. Dingen vind ik ook zo'n goeie. Uh, ik weet even zijn naam niet. Hij speelt uh, die schurk in Black Panther. Hoe heet hij? Mm. Hij speelt ook die boxer. Ja, die kill. Als, ik weet, je weet wie ik bedoel. In ieder geval dat is het belangrijk ja. dat je weet wie ik bedoel. Hem geloof ik ook altijd in kinos wanneer hij dat speelt. Want je ziet ook aan hem dat ik, ja, ken ik hem niet. U, dat is gewoon wat is iets wat ik vind nu. <laughs> uh, hoe hij in die kino's speelt. Ik geloof hem. Dus dat ja, wil zeggen, hij heeft een goede, goede, vo goede, vo ja, hij heeft een goede voorbereiding gehad. Ja, en dat ja, heb ja. ik niet met alle acteurs of zo. Of actrices. Ja, ja, ja. ja, ja. Je soms kijken en van, ja, ga jij weg man, je bent nep man. Dit, is, dit kan ik ook. Ja, 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 ja. ja. Hoe heet die film wat hij speelde? Creed of zo? Creed, daar Creed, is hij. Ook ja, hij ja. Ja, ja, ja. is wel goed in, ja, zo, Hij is een goede acteur, sowieso. Dat geloof ik ook. Acteur. En zelfs in die in Black Panther von ik ja, vond ik hem vond Ik had, ik vond het jammer dat hij die rol had, maar toch vond ik ja, hem, ja, hem ja, een... hij Ja, hij, 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 hij is ja. de favorite bad guy. Ja, hij ja. is die bad guy, maar toch heb je een beetje. Je ja, voet maar met toch. Ja, kijk ja, wat jullie hebben gedaan met Zappa. Hij heeft heeft reden om. Maar hij is ook niet. Ik vind dat hij niet de bad guy is. Nee, nog steeds. Hij heeft gewoon zijn. Zin, zin. Ik vind de bad guy eigenlijk die, die vader van die Black Panther, Want hij wist dat die Chima die bestond. Ja. En hij heeft die Chima gewoon gelaten als een lot, Toch in die kino? Ja, dat, dat, dat Dus dat, dat. ja, dus hij die bad guy toch? Klopt. Maar ja, dat is het in kinos. Ik snap, vind je, je, moet snap, snap. Gaan, je moet zelf gaan kijken en, en uh, beslissen wie jij vindt. Uh... Ja, Mike, Michael B. Jordan. Yes, yes. Juist, je kon niet ja, op die ja, naam ja, komen. Ja, ja, dat ja, was ja. Ja. het. Juist. Nee, hij is een goede acteur, dat man. Vind ik goed. Ja, het laatste ook eentje, een nieuwe, een nieuwe erbij. Uh, die Jonathan, weet ik veel. Hij speelde ook een paar goede rollen opeens. begon nu echt gewoon naar voren te komen. Is hij het, speelt in die... Is het die, die ene kill die kloon uh, Tyrone? Dat is hij volgens mij de hoofdrol. Volgens mij is hij het volgens ook. Hij het. Maar hij, 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 ik weet wel, hij speelt die uh, in de soort cowboy-film. Maar met man. Idrit Alba ja, speelt dat. speelt hij die nigger met die kruis op de kruis. Yes, yes, ja, we hebben het, het over dezelfde. Goeie, goede acteur Opeens Heb een paar ook. rare dingen gebeuren online, man. Ja, hij ging wegrennen voor die chick. Had je niet gezien? Nee, ik heb niet opgelet. Vertel. Hij was met, ik weet niet, als het zijn vrouw was of zijn vriendin, maar een white chick. Helemaal dronken, die wijf en zo achter hem rennen en zo. Hij probeert van haar weg te komen. Op een gegeven moment die man krijgt, uh, ja? een zaak tegen hem of zo. Hij moet voor de rechter en shit. Wat is dat nog voor aardig? Genaamd haar shit? heeft hij die vrouw op behandeld terwijl je gewoon op camerabeelden ziet. Hij rent gewoon weg ja, van de maar chick. Dan kijk, dan kom ik weer en met mijn broek binnen en shit. Toch weet hoe ben jij gewoon. En, ja. En, ja, en toen hebben ze hem een beetje geboycott. Hij, was, hij zou die nieuwe Marvel nigger zijn, toch? Ja. Hij had al een Marvel-film gespeeld? Ja, want hij speelt al in die serie van Loki ook. Loki ja, is hij die. Uh... En, en, en hij was die nieuw Hij zou die nieuwe. Je weet toch? Uh, ja, hij Marvel is die kill, hij kill die nooit weggaat. Wat is die naam weer van die kill? Dus die, 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 alles gaat weg, maar hij niet. De, hij ziet de les wel standing of zo. Hij blijft als last over in ieder geval. Ja, 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 ja. ja, ja. ja en te, volgens mij verliest hij al een paar rollen. Maar hey, hij is nu met die ene meid. Megan Goose of zo? Ja, toch? Hij, is nu, hij, hij, hij heeft nu zo. Uh, een van die. Uh, volgens mij is het Megan Good. Die is nu zijn vrouw, zijn nieuwe vriendin. Zij gaat met hem helemaal mee in de rechtszaak. Gewoon van. Weet toch, ja. zo, zo, een toch? Samen als één of als twee ja, karakter met zijn. Karakter zijn ja. gewoon van, hey. Maar ze willen gewoon karaktermoord doen. Dat is wat dat ik vind, gewoon wat ze in Amerika doen. Als je als Black te snel omhoog schiet. Ja, <laughs> ja. En, en als je niet mee wil spelen met <laughs> En je de doet de shit. niet mee met dat spelletje, dan gaan ze iets vinden gewoon. Eigenlijk ook. Maar, want, want je komt niet zomaar in die Marvel-films. Nee. Dus wanneer je al daar bent, willen ze dat je meespeelt met hun spelletje en gewoon. You gotta obey. Ja. Je gaat de OB. Doe je toch? Uh, yes je moet sowieso master iemand master. zijn billen likken of zo. Ja, yes, <laughs> mensen. <niet laughs> mensen. Jij <Je laughs> toch bent een Maar daarom die, sh die shit van Amerika ik, is niet van ons, maar het is goed dat wij hier zijn. Maar het, ik zou die shit dat niet kunnen. Maar denk je dat zulke shit ook in heel is? Hier ja, ja, toch? 100, 100. 100. Weet je waarom? Sowieso. Je oh, ziet, je als manier. je gewoon je ogen gebruikt. Nee, als manier. je gewoon je ogen gebruikt. Je ziet een paar <laughs> boys gewoon. Ze waren nooit gay. En in deze zes in die wereld zijn ze een beetje anders. Een beetje feminine. Alsof worden. ze ergens iemand moesten boelen om een bepaalde positie te krijgen. Kijk, ik, ik denk dat als. ik denk dat. En ik speculeer, hè? Ja, ik nee. denk dat als, ze waren nooit. Weet toch? Boelerachtig, gayachtig of hoe je het ook wil zeggen. De moment dat iemand, toch? Je shit naar binnen duwt. Hm, poepa? Toch? Vanuit je direct gewoon. Je weet toch? Je gaat van. Je, je, je. Gelijk, je weet toch, joh. Je... Weet je wat ja, het man. is? Kijk, als je. Gelijk, het... Dus gewoon gelijk komen regenboogdingen uit je oren ja. zo zof. <laughs> Stralen en je... Kijk, weet je, dat, dat, deze lijkt, deze. Lijkt, dat, dat soort shit moet je echt letterlijk vrijwillig doen. Want dat lijkt me ja. niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Nee. Sorry, en als dat de, de eisen zijn om in een bepaalde wereld te zijn. Fuck die hele koude wereld gelijk, dat maar dan, dan hoef zijn, ik niet maar. in die koude wereld Zeker. te zijn. Want mijn billen is mij heilig. Yes! Ja. <laughs> <laughs> hoe, hoe zei Cat Williams <laughs> in, die, in die legendarische uh, hey, interview? Hij <laughs> zei: Dat is Virgin Holland. was hey, telling you about it. leave een hole all alone. Ja, sorry. Ik doe niet Ja, ik kan dat niet. Nee, sorry. Ik uh, ben fan. niet die type om mijn ziel te verkopen voor een beetje fame of iets. Nee. Ik denk dat in heel veel zullen ze er hier ook wel een potje van weten, denk ik. Ja, want het is wel. Het want is een Je ziet well, wel: er worden veel van die mannetjes die down zijn. Die worden gepoest. Ja. Nee, maar het maar... is sowieso een vieze wereld. Want kijk, die mapimas die, uh, die vrouwen ging aanraken en zo, toch? Mm -hmm. Is in stil aan de overkant. Dat is wat ze doen. Ze mm -hmm. houden het stil en in iedere Die keer gewoon met een nieuwe programma. Mm -hmm. Want ze, je hoort alleen wat over Ali B. Dat proberen ze af en toe nog een beetje naar buiten te schuiven. Ja, wat kan met Marco? Huh? Ja, ja even, ze zijn van de aardbodem verdwenen. Hij man. heeft een meisjes aangeraakt. Hij moet gewoon straffen. Hij moet straf krijgen gewoon. Maar waar zijn ze nu? Ze zijn aan het schuilen. Dat is wat ze doen. En dan komt hij lesje deze met op. op droog, met zijn bedrog. Hij gaat weer met een nieuwe pokken komen hoor. Dat is, dat is die schets. Wat zo doen ze. Hé, hey, maar weet je wat ik nu heb gezien hè? Om even over, over, die, over die dingen het even over te hebben. Ik, 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 ik zag laatst iets van Mark Overmars. Vertel. Wat hij zegt is het één vrouw waar er al mee gefleurd was, waar er een pik naar gestuurd is. Ja, maar dan nog, hij is dom geweest, hij moest het niet sturen. Nee, maar ik bedoel, dat verandert denk ik wel. Er dus, uh, werd verteld, het werd eerst gebracht alsof hij gewoon... Dat meerdere vrouwen gingen gingen dit gewoon in de bedrijf. Ja, maar dat is altijd zo, de media gaat toch altijd dingen opblazen? Maar, 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 maar hij zegt in die interview, van, het was maar één vrouw ten eerste. Ja, maar die ene vrouw heeft en, het wel gestuurd. Ja, maar die vrouw, <laughs> die vrouw was, al, was al geflirt. Dus Kotak, ja, maar heeft dat, je flirt al één op één... Toch? Er is al vol gesprekken geweest, er is al geflirt en dan stuurt iemand een dik pick is heel anders dan je stuurt random gewoon rudderpuntjes ja, in nog... het bedrijf. Want dan maak je... Da dan kunnen ze zeggen... Ja, maar ja, ja. Al, je kan met oh, ja, me flirten, maar dat wil <coughs> niet zeggen dat ik gelijk uh, ja zeg tegen seksuele escapades van jou. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, maar dan... Ik kan het leuk vinden als een man naar me kijkt, hij lacht naar me. Oké, okay, is leuk, ik lach met je. Oké, okay, blijf aan die kant. Maar als jij nu een trolley van me komt sturen, kill, jij komt in mijn space. En dan wordt het vervelend. Dat is, dat is gewoon dat hele het, ding. Ik snap dat je dan kan ja. Maar het verandert niks voor jou als je zegt: van, het was maar één vrouw en er was al. Het is niet gewoon random naar haar gestuurd. Er is gewoon ges, gesprekken gewoon heen en weer geweest. Gewoon. Klopt. Niet gewoon van hey, flirten: van, nee, dat is goed. Met je ik, pakkie koffie. Ik, mijn, nee, gewoon nee, appen naar elkaar. Mijn shit blijft hetzelfde. Hij moest slimmer zijn. Hij ja. mag die Tolly niet sturen. Die Chickie heeft nergens gezegd: stuur die Tolly. Daar heeft hij die fout gemaakt. Daar is hij in die val gegaan. Zij ging wel lachen. Akiki, ki ki. Oh, je ziet er sexy uit. Akiki, ki ki. Maar die Tolly ging net te ver voor haar. En dat, dat is persoonsgebonden. Dus hij heeft een kans genomen. En dit keer is het fucked up afgelopen. En nu Ajax heeft hem al twee keer gevraagd om terug te komen, hè. Ja, kijk, ik vind als hij zo. Hij weigert nu gewoon. Ja. Maar hij vindt gewoon van. Hey, en dan heeft jullie hij dan... hebben die dingen laten opblazen, mij ontslag gegeven. Dat die, dat hem, Klopt. Hem dingen om ontslag te nemen of hem ontslag Klopt. geven. Helemaal. Dat laat hem helemaal schuldig lijken. Ja. Dat maakt. Dat, maar dus dat dus is het beeld wat, ze wat doen. geschetst wordt. Dat gaat ook niet meer weg. werd kracht achtergezet doordat Ajax afstand nam. Klopt. En nu vraagt Ajax hem terug. Maar het maakt niet uit wat hij nu doet. En nu komt hij met zijn interview en zegt hij: hey, dit is een vrouw, vrouw met wie er gefleurd heen en weer werd. Ja. En Langere tijd vijag. voordat die foto kwam. Mocht ze die foto niet leuk vinden, kon ze ook zeggen: Hé, hey, weet je dit dan niet meer doen? Ja, maar hij. Want is, dit was niemand bedoeling. Als hij een normale kill was, had ze misschien dat gedaan. Maar zij zag hier de slaatje uit te slaan. En dat is ja. de gelukt ook nog. En het jammer in dit soort dingen is: Oké, okay, kijk. En, stel hij kan helemaal bewijzen dat hij gewoon echt 100% onschuldig is. En dat die Chickie leult. Is zijn naam al geschaad? Hoe? Dat, 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 dat snap je wat ik bedoel? Dat is al moeilijk nu om dat weer terug te draaien. Want ja. Slecht nieuws blijft langer hangen als goed nieuws. Ja, en als je werkgever al afstand van je neemt... dan ja. gaat het lijken als je al schuldig bent. Ja, en vooral als zo'n grote werkgever. Ja, ja dan, dan lijkt het al alsof je schuldig gezeik. bent. Dat is een grote gezeik, En dan, daarna komt die werkgever terug. Als ik, kijk, ik hou echt van Ajax, maar als ik hem was, toch? Zou ik Ajax gewoon op tv me laten vragen? Alsjeblieft, alsjeblieft, kom terug. Nee, nee, nee. Nee, ik zou, kijk, aan de ik andere zou zeggen, je moet, je weet wat je moet doen, hè? Zag dat ppi first. <laughs> nu zou ik ze onderdrukken, man. Andere nu kan nu ik. zou ik gek doen, gewoon. Zie je, kijk, zie je? Iedereen heeft die soort gedachten. worden mensen wordt de shit. geboeld is je. <laughs> <laughs> maar is nu zou jullie so yeah, yeah. hebben me als straf laten krijgen gewoon, en nu willen jullie <laughs> me vragen om terug te komen. Je weet toch, je gaat door man. heel veel hoepeltjes heen moeten springen. Nee, ik zag dus gewoon. Je ik maak een fatsoenlijk dat ppi, maar dat bedoel ik niet. Als ik hem was. Zou ik echt heel veel eisen stellen en nadat ze hadden gezegd: Oké, okay, we gaan al die eisen. en we gaan uh, publiekelijk een uh, brief schrijven in de krant. en zeggen dat het, onze excuses dit, dat, dat, dat. dan zeg ik alsnog niet. nee. Ik, zou ik gewoon... laat jullie eerst die shit doen. Ik zou een belachelijk ik... bedrag vragen gewoon. Vriendelijk bedankt. Nee, <laughs> ja ja ik toch? Ik zou gewoon een belachelijk bedrag vragen. Ja, man. En als ze hem het geven, dan geven ze hem, het. willen ze het niet geven. En weet je hoe. Kijk, de, kijk, ik hou echt van Ajax, dus ik hou, deze dingen wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar weet je hoe, ding <laughs> word, gewer, weet je hoe het werd gevraagd? Ja, ga een beetje in therapie en dit, dat soort zo, en dan kan je terugkomen. Hey, ik wil niet terugkomen, Dan erop, dan erop Wat therapie? Nee, maar wat? die therapie en dat soort dingen, als je dan, dan geef je eigenlijk toe. Ja, als je, Kijk, jullie hebben me eerst ontslag gegeven, nu willen jullie me presseren om te therapie te gaan nemen het moment te dat je komen, het al, maar dat, wil, was, dat wil zeggen dat als je die therapie gaat nemen, wil zeggen dat jij erkent dat, dat er iets mis is gegaan. Ja, toch. En ja. als je me vraagt om terug te komen, dan moet jij erkennen dat ik niks fout heb gedaan voordat ik terugkom. Ga ja. mij niet zeggen, ik moet eerst in therapie. Ik heb het vaak over domme trots. Ja, In dit geval zou ik domme trots hebben. Ik zou zeker, niet gaan werken daar. zeker. Sorry, maar dat heeft. Ik wil Want niet zeggen het niet dat het domme trots niet is. Nee, domme trots. Hij heeft gewoon helemaal gelijk. Hij heeft, helemaal, hij heeft, eigenlijk hij helemaal heeft gelijk gewoon ook gelijk. Nee, hij heeft gewoon gelijk. Ze hebben jouw ja, scheid behandeld. Ja, ze, uh, ze, 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 ze hebben eigenlijk je hele reputatie waar je jarenlang aan hebt gewerkt, ze hebben ze één keer kapot ze gemaakt. je een conclusie getrokken zonder en, eerst dat onderzoek af te maken. Ja, en het zijn mensen die je niet vandaag kent. Je kende die mensen al jaren. Dus dan is de klap nog harder. Ik zou ook niet meer gaan. En je hebt ook gezien wat er gelijk gebeurde toen hij weg was. Dus je zag ze toevoegen. Eigenlijk moest hij gewoon zielig seks "Ik bij Feyenoord gaan solliciteren Kan of PSV. Oh, vervelend doe je. Toch gewoon opzetten. hij is echt Ajax hij Is echt Ajax ziet. Daar gaat dat niet. Hij is lekker in het buitenland nu te werken en zo. Het is gewoon te genieten van zijn leven, man. Ik kan maar genieten. En die vrouw ja, ik weet niet wat haar gevoelens waren erbij. Ik weet niet wat die context is, maar ik weet dat gewoon niet, menig vrouw. Ik ben een vrouw. Ik zit niet te wachten op iemand zo koude bellen als ik je niet heb gevraagd. Dat is gewoon eigenlijk dat hele ding. ik ben in ieder geval nooit iemand geweest die dikpiek stuurt. Weet je waarom? Omdat daar heeft iemand gewoon op bestand. Van jou gewoon. Je mag het alleen live zien met je vogel, toch? En dan moet je gewoon. Weet je toch? Je kan geen foto hebben of geen filmpje ervan hebben. Je kan het live zien. Alleen dat. Ik doe niet mee aan die shit. En dat is gewoon standaard, old school shit. Zo ben ik altijd geweest. Mijn vader heeft mijn bedrijf vanaf Tjang, weet je. En ik geloof die shit gewoon. Ik ben nu een vrouw, maar ik geloof die shit nog steeds. Ik doe dat niet. Want ik wil niet dat er een filmpje van mij ineens tevoorschijn komt. Maar ja, en dat tegen... ik, eh, je, toch. En dan moet ik me ineens lelijk voelen. Hé, eh, kijk mijn ponyman. Dit is niet <tie> mijn ponyman. Oh god, kijk mijn billenman. Nee, maar dat is niet dat ik kan. Ik kan dat niet. Ik kan het niet. niet. Je kan niet de tolly voor me sturen. Eh, kijk, ik en mijn vriendinnen zijn gewoon: Daggoes, als je een tolly stuurt, het gaat in de kring gewoon. <laughs> Maakt gewoon een rondje. Drake. Gewoon een rondje. Oh ja, die heb je niet gezien. Pff, achter de schermen krijg ik net een pingje erover. Gewoon <tie> Drake, is Drake, Drake heeft zijn tolly gezet voor ons om te zien. <laughs> en hij is trots erop. Hé <laughs> hé! <Hey, hey. laughs> ja, ik vind het uh, Cloud, alles voor yeah. de cloud man, what the fuck! Je ziet gewoon, uh, zolang, uh, ik vind wanneer de mens het gevoel heeft dat het, eer, dat het niet meer uh, relevant is, dat het allemaal gekke dingen doet. Als een kat in het nou uh, die rare sprongen maakt, want dit... Uh, Gekke shit. Dit soort dingen, ik, ik, ik snap het allemaal niet. Wat gebeurt er bij de wereld? Hey, ik zeg je eerlijk, ik zag je die stukje van Benzino, die al die dingen van uh, vroeger had je Source Magazine. <laughs> hij zit in de douche. Ze <laughs> noemen hem Mr Head en zo, dus hij is <laughs> <nek> Haha. <laughs> no neck hebben <having>, motherfucker. Ik vond daar in de douche met neusgolven, hij denkt hij is een sexy ding. <hums> Hey, hey, ik ga dit, man. Hey, Joe Bodden zegt die man komt zo uit, uit, uit de jacuzzi zo met zijn lichaam glisterend, dat is... Hey, uh, ja, hey, zijn ik ga dit, man. Mensen hey. doen alles voor klootzak. En dat kan ik van die What Christian, heb fuck. je die gezien? Die shit is gewoon een trend geworden. Ja, weet je toch? Kijk, wat mensen vergeten, domme mensen online toch? Vooral als je naar die Amerikanen kijkt, vooral, toch? ik ga helemaal stuk. Die Christian, al hoe belachelijk wij er vinden, toch? Mm -hmm. Zij pakt buiten over elke move die ze maakt. Ja. Ja. Dus je kan lopen klagen: van ja, ze is nep, ze is gek, ze is dit, ze is dat. Maar zij pakt buiten over die shit. Dus voor haar is het een junta om zich eigenlijk als een uh, idioot te gedragen. Maar als jij nu thuis, gewoon langer, langer, je bent niet Luca, vriendje, ofie. toch? Je bent nog niet eens getrouwd, niks. Hij heeft niet eens gezegd: hij gaat met je trouwen, hij heeft geen verlovingsring gekocht. Je woont niet eens met die killende osso, je weet niet eens of hij osso heeft. En dat je en Biggie gepot de gezicht op je gezicht. Wat gebeurt hier? Ik kan dat ding niet verstaan. Ik kan het niet verstaan. Show me that is real. Dus gewoon He? wil jij mij zeggen dat dat is dat, dat, is dat nieuwe ding voor, voor gezorgd? Tak, ik hou van jou. Mie e pot de gezicht op de gezicht, hè. Die, 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 die liefde dat, ik wil weten wat jullie roken hoor. Ik, dan, dan moeten we het roken ook hoor. Dat, het <laughs> <laughs> Want, ik, dat kan ik even niet verstaan. Dat kan ik echt niet verstaan. Oh, die gewoon gaan ver, zet je man. iemand zijn gezicht op je, dat gezicht. je gezicht. gewoon. Dus ik had al moeite met, als ik soms zie, sommige tattoos vind ik niet mooi van sommige mensen gewoon. Dat zit in hun gezicht gewoon. Ja. Maar dit zo, een gezicht van iemand, hé. Hey, is ultimate bonu. Ja, je kan in ieder geval niet zeggen: Je kan niet zeggen: I don't love you. Nee no, maar dit is Bono. Als, ik, als je niet in Krooi gelooft, dit is Krooi. dit is <laughs> <laughs> Want ik kan me niet voorstellen. Dat je gewoon met je gezonde verstand gewoon word je wakker van van. Ik zie het doen. helemaal voor me gewoon van. M'n bel Gili? ai <laughs> Dat m'n pot niet mang. Bye! Op de gezicht. De gezicht oh. op de gezicht. Hm? Ik kan het niet verstaan. Nee, sorry. Nee, sorry. En ik, 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 ik vind het ook niet mooi. Ik heb één keer gezien die wel gewoon goed kan tatoeëren. <laughs> en die had echt een soort schaduw. Gewoon die gezicht was mooi op die gezicht. Zo op die zo, Maar, maar <laughs> dat doe je niet. Sorry. Dat doe je niet. Sorry. Eens, ik, ik, ik vind je gaat te ver. Dat is ook geen liefde. Dat is ziek. Ja. En als iemand dat van jou eist, is die persoon ook ziek. En als jij het doet, ben jij nog zieker. <kwijnt> ja, maar dat is... Dat, 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 nee, man. Nee, nee. Liefde hoef je alvast niet te bewijzen. Laat dat alvast vooraan hoe staan. Hoe ga je dat coveren? Nee, maar liefde valt, hoef je niet te bewijzen. Als je van iemand houdt, hou je van diegene. Je kan niet anders. Klopt. Ja, je kan niet anders. Maar kijk, ze heeft, zat toch eerst op de nek. Ze zat eerst hier. Je heeft ze een roos, heeft ze een roos gemaakt. Cover, toch? Ja. Nu heb je het hier. Hoe ga je dat coveren? Ik kan jou zeggen, volgende maand zit die bitch hier. Of op de nassel max de neusbel gewoon met die keel, zijn visie. Die keel ja, gaat overal maar. en ik zie meer chickies hebben zijn visie ook. Ja, heeft op de is andere met. heeft nadat zij die had gedaan dezelfde week heeft mm. andere Op de bil of zoiets. zo toch? Het oh, ja, is in de mode nu man. Ze ik begin te denken dat mijn vrouw niet van me houdt Hé, hey, maar zie je kijk maar dat, <tie> kijk, en dat is precies de uitspraak ja. nee maar het is goed dat je dat hebt gezegd nee, maar maar zo, kijk, zo, da daar dat gaat is wat, da daar gaat het naartoe ja, ja niet van me je weet toch je doet die je shit, doet man. niet als haar maar ik zie je dat is echt lof man dat is echt bon, ja, mooie kleine shit jongen. en hey, je begint dat denkt hé, hey, luister als ze kill dat tegen je zegt toch of een chickie ren gewoon weg andere kant want dit is ziek en gestoord gedrag dit kan niet dus gewoon sabun dus ik hou van je maar dan wil jij gewoon dat ik een bewijsmateriaal moet zetten in mijn Fuck dat shit, man. Ik ben gewoon zo, als mensen komen tatoeëren en ze gaan gewoon heel klein elkaars naam zetten, of die, of die jongen die, 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 die jonge wil van dat meisje of andersom, je weet toch? Mm -hmm. Ik zeg gewoon waar je, waar je vriendje of je vriendinnetje bij is. Gewoon van weet je zeker, relaties zijn niet voor altijd. Ja? Het kan over een week ja. over zijn. Het kan over een maand of juist, een jaar, twee jaar. Dus misschien moet je er goed over nadenken. Ik dacht weer niet zomaar juist, namen van mensen. Juist, gewoon juist. Zonder eventjes een, een... Kijk, klant is koning, <laughs> maar ik kan je wel... Ja, je moet toch even die ping geven. Ik ga je wel, ja, je even ga je wel ja. eventjes gewoon... En ik schaam ik, ik me niet om het te zeggen ook waar, nee. waar je vriend bij is. Gewoon van, hé, hey, kijk dan. Ik dacht ook dat mijn relatie voor ever was. Want ik neem altijd ja. mezelf als voorbeeld. M er, m er, m er de moeder van mijn oudste kinderen, die had mijn naam getatoeëerd. Ze wilde het zetten. Ik zei, eigenlijk moet je het niet doen, want je weet maar nooit. Nee, ik wil het, ik wil het, ik wil het. Ze heeft het gezet. Klein hoor. Ja. Ik zei, ik ga het niet zetten hoor. Want je weet toch, ik heb je gezegd, niet zetten. Ah. Ik heb je gezegd, niet zetten hoor. We weet toch, je weet maar nooit, het kan uitgaan. Nee, nee, het voor forever. Wij dachten het was forever, ja. Na tien jaar was het uit en dan zit je daar met mijn naam. <laughs> nou, wat Kijk, ik bedoel. maar daarom moet je symbolisch zijn. Je moet, ja, juist. Symbolisch is het beste. Kijk, ik heb ook met mijn man samen een tattoo. Onze trouwdatum hebben we gezet. Gewoon hier. Mm -hmm. Daar kan ik nooit spijt van krijgen. Want ik ga nooit spijt krijgen dat ik met hem ben getrouwd ben. Ja, het of is het, of een of datum? Het, ja, het is een datum. Dus ja. Ik ga niet hier gewoon boom. Zijn <laughs> gezicht. Of ik ga zijn gezicht ook niet. Maar, want, zij, want zij heeft niet alleen zijn gezicht, ze heeft ook zijn naam, ze in naam gezicht, alles. naam, alles is gewoon zijn. het fucking kladblok, de fuck. Ja, what de fuck is dat nou? Dat kan toch niet? Dus die kill gebruik je gewoon nu als een persoonlijke kladblok. So. Overal naam schrijven en shit. Nee, man. Straks gaat ze zichzelf ook nog branden. Want dat is weet de volgende wat stap. Die, kijk, dus. Ik denk gewoon. Dit was een desperate move van haar. Kijk, ze is... Ze, ze zijn uit elkaar gegaan, toch? Ja, maar ik zie het nog Heeft niet. Heeft ze koos. er zit gecoverd, toch? Ja. En nu wil ze hem terug. Ja. Maar hij zegt, ja, maar jij hebt mijn gezicht weggehaald, man. Ja. Snap je? En dan gaat zij zeggen van, nee, wacht, wacht, en... wacht, ik ga weet toch, ik zet het weer, bam. Zo is het, denk ik, gebeurd. What the fuck, man. Mensen worden helemaal... Die mensen zijn helemaal weggek, gestoord. Man. Maar ik denk dat het nog... Ik, ik vind het is Bono, broeder. Je moet die... Kijk. bijna wel Ga kom. die filmpjes van haar terugkijken, toen die tv van haar eruit uit was geslagen, toch? Mm? Toen heeft ze met die bloed van de snuit, heb ze die keel zijn naam geschreven met die bloed gewoon. Dat is toch bono of zo? Dat is hekserij. Ja. hekserij. Dat moet, dan moet goed zeggen, dat is hekserij. Dat is een vloek of zo, wat ze heeft uitgesproken. Misschien was ze die keel binden aan de. En je weet, als je die shit, dat soort dingen, als je dat niet goed doet, it backfires on your ass. Ja? En wat je ziet, die keel was eerst into toe haar. En toen was hij er helemaal niet. En nu was zij die keel. Ja, dat, dat, ziet meer, dat lijkt meer op een uh, reverse shit. Oh, wat, ik, ik, misschien is dat ook deel van die duivelse rituelen. Wat ze, ja. waardoor, die, weet toch, want hoe kunnen hun hele dag viral gaan en heel, zoveel geld maken? Ik vind geen enkele muziek van hun hart. Nee. Ik, vind het, ik snap het ik, niet. Ik, maar, ik begrijp nee. niet waarom hun zo. Ik, ik, wil niet, ik gun iedereen alles. hè? Niet dat ik wil zeggen van. Hey, uh, hun moeten het niet hebben. Ik vind het nou, gewoon. Ik gun draag, iedereen man. alles, maar ik vind het gek dat. Ze zitten gewoon die baby alles in. Kijk daar aan de andere kant, mensen. En dan zie je, sommige tattoos zijn ook nog lelijk, want sommige atleten kunnen niet eens tekenen, de fok. Ze gaan gewoon bij gekke Henkie in de hoekie, en die maakt gewoon een soort tattoo. Je, je, je wil een kill, maar het lijkt gewoon nu op uh, grote smurf, op je visie so. Ja, ik, ik snap dat niet, man. Hey, tattoo in de face is niet voor iedereen, man. Moet je niet zomaar doen, man. Elke, ja, maar elke tattoo die ik heb, heb ik echt goed over nagedacht ook. En ik heb ook echt goed nagedacht bij wie ik het ging zetten. Je gaat niet zomaar bij iemand een tattoo zetten, gewoon. Ik heb één keer een rare tattoo gezet dat heb ik jou verteld van die kills on the TV's. Ja. Ja. <laughs> dat was gelijk mijn straf. Ja. Je ja, hebt toch dadelijk heb ik het geleerd? geleerd. Ja, toch, ik, ik, ik ging, toen was ik gierig, ik ging voor gratis. Ik denk, ja, gratis tattoo. Ja, kom maar op. Ja. Ik heb het geleerd, dat doe ik niet meer, ik betaal gewoon. Ja. Dus nee. Gratis zit is altijd. Is altijd is, is een risico wat je ja, neemt. tuurlijk, want als je mij zegt ik kom gratis uh, Louis Vuitton voeten halen dus er is er iets dus iets klopt niet ja en die, in, in die iets klopt niet zou ik dit niet gaan gooien die kill zou gewoon mij, als ik alleen was gegaan 100% dat kreeg is is trigger warning die kill zou mij verkracht of dood maken of iets hm? Hm? als ik niet met mijn vriendin was, was gegaan zo? ja als ik niet met mijn vriendin was gegaan was het niet zo lacherig afgelopen hm? het was omdat we met z'n tweeën waren je, dan, dan vind je de kracht in elkaar um. Om, om, om van een, een foktop-situatie eigenlijk toch iets je, toch uiteindelijk van toe te maken. Maar eigenlijk was het geen grappige situatie. Want hij had mij uh, duidelijk gemaakt eigenlijk. Ik was in de, in de vooronderstelling dat ik naar een soort studio ging. En toen ik kwam, was het in een ossel. En toen ze, je zag aan zijn manier van doen dat hij was geschrokken dat ik met mijn vriendin was gekomen. Mm. En deed hij zenuwachtig. Toen zei hij dat we eerst moesten wachten beneden. En toen zei hij van ja, kom maar mee. En gingen we naar boven. In zijn kamer waar hij dus dus, dus dus zijn bed is hier en hier heeft hij ook een krukje gezet naast die biddy met die met die tattoo shit en dan moest je op die biddy dus dat dat is ik kijk naar die keel <laughs> ja alvast ik weet niet wat jij wow. denkt maar niks van chantal gaat alvast op die biddy en mijn vriendin je weet toch zes, zes uh, aan Zeg je papa ja, wens tegen mij praten? Kijk, ik versta niet alles, maar die dag was ik aan het Maar geen grap, ik verstoot alles wat ze zei. Ja, alles. Ze begon af oké, okay, als die killer move maakt, ik jab hem, dan springen we hier uit de tram. Is één nog? Shant, mag gaan het alles. Shant, <laughs> we gaan het alles. Ja, dus alles wat ze zei, ik verstond het gewoon. En ik zat gewoon in de tussentijd gewoon dacht ik, probeer die killer, weet je, af te leiden. Ja, maar ik, ik had dat toe. Uh, wacht, 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 Voordat je verder. Moest je op die krukje zitten. Toen wat denk je? En hij ging op zijn bed zitten. Nee, hij is toen een andere stoel gehaald. Uh, maar zo. daar zie je al die model van hem, wat hij zijn idee had, was een setup. Dat was een setup. Ja, gewoon. gratis tattoo in mijn slaapkamer op mijn bed. Oké, okay. dat is een setup. Ja. Maar hij had niet gevraagd dat hij uh, jungle commando chickie zou krijgen. <laughs> ik zou hem blazen. Ik zou hem blazen, Gilly. Ik zou hem blazen. Maar ik ben in ieder geval blij dat het mm -hmm. goed is afgelopen. Maar mijn tip naar vrouwen is: wees niet zo dom als wij. Ja? Trap niet in die gratis-gratis shit. Want je weet niet waar je terecht komt. En nu kan ik erom lachen, maar het was eigenlijk een hele gevaarlijke situatie. Het was echt een gevaarlijke situatie. Dat hey. is. Uh... Hier is niks gratis, G. Nee, maar we betalen allemaal. Even, is art. Je komt ook niet flirten, niks. Nee, verkorting. als ik al Geen Geen voor korting, dit is een business. Korting gaat die 100 euro erop zetten, dus is je is dus <laughs> <laughs> Stel je voor, je mocht de andere naam uitkiezen voor jezelf. Wat zou het zijn? Een voorname doe je. Ja. Ik, 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 ik zou denk ik geen andere voornaam kiezen. Nee, maar je moest eentje kiezen gewoon. Je moest. Deze mag niet meer. Van, vanaf morgen moet deze weg, anders ben jij ook dit. Jeetje, ik kom altijd nee, met hinderlijke nee, dingen. Nee, is niet zo snel, man. Ik, ik heb net mijn zoontje mijn, mijn naam gegeven, omdat ik mijn naam zo prachtig vind. Kijk, een andere kaartjes. Ja. <laughs> dus ik zou geen andere naam willen kiezen, maar oh, wacht. laat me... Laat me nee, me, ik, zou, ik, willen, ik, zou, ik zou een hele andere naam willen hebben. Ik zou een exotische naam willen hebben of zo. Jacoon of zo. Dan moet ik ja. wel gaan voor Kwaku. Ik zou ja. <laughs> gewoon een naam willen hebben. Ik, ik snap niet waarom nog steeds... Ik vraag mijn moeder vaak, was ze lacht me altijd uit. Ik snap niet waarom moeder op deze naam is gekomen, Chantal. Chantal. Ja, ik vind het geen slechte naam. Kijk, mijn tweede dochter heet Chantal. Uiteindelijk heb ik het laten werken, gewoon voor mij. Maar ik had vroeger moeite met die naam. Ik had echt moeite met die naam. Ik, ik vind die naam gewoon mooi, want mijn tweede dochter heet Chantal. Je toch, Maar ik wou maar, niet zo heel je schreef het met de SH? Ja, maar ik wou niet. Ik, 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 ik vond het te Nederlands. Ja. ja. Ik vond het te Nederlands. Omdat mijn, mijn zusje heet Cherries. Eigenlijk op zijn Engels Cherries. 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 Ja, Cherries. Dus koesteren. Ja. Mijn broertje heet weer Gennaro. En dan kijk naar mij, maar die Chantal, sorry, fuck around. Ik vind het hinderlijk ertussen. Ja. Dus ik wou eigenlijk, vroeger wou ik altijd mijn tweede naam. Die, 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 niet dat die heftig is hoor, want ik heet gewoon Chantal Angelique. <laughs> Chantal Angelique. Angelique. Maar waarom ik die Angelique die wou? Op een gegeven moment ging ik met chickies om en al die Angelique waren fout. Mm. En dan dacht was ik toen op een gegeven moment wel blij met mijn naam Chantal. Ja. ja. toen was ik wel blij. Ik, ik, als, ik, als ik nu, ik, ik zou echt niet weten man. Kwaku. <laughs> <laughs> Dat is, ik uh, een... Bjorn vind ik ook een mooie naam. Nee, dat zou ik, ja, wat voor naam zou ik willen? Nee, dan wil ik mijn dochters naam, gewoon Alicia. Of Jordan. Is naam? Of gewoon een hinderlijke naam, Monnie Meid. Mahinder.nl Maar dan Monique. Monique, nee. Mijn beste heet al Monique. Moni Monique. <laughs> Moni Monique. <laughs> <laughs> Even kijken, is er iemand waarvan je zou willen dat je hem of haar nooit had ontmoet? Ik heb een helebole lijst. Ik heb een hele, oh. <laughs> hele koude lijst. van Ik hoef jullie dan, een dan niet eens te noemen. Ik ga die namen niet zakka. noemen. Nee. Jullie weten het. Zolang ik zo schel, dan voel je die trilling. Want je weet dat jij het weet. Dus ja, we oh. hoeven geen naam te noemen. Maar we weten het allebei. Hè? Maar er zijn wel mensen. Ik kan het wel zijn bevestigen. Het zijn meer dan één. Ja, zeg ja, maar Er zijn een heleboel iemands. Een heleboel. <laughs> Uh, wat heb je allemaal heel even tot nu toe gedaan? Wow. Dat is een hele brede vraag. Wat heb je ermee bereikt met dingen die je hebt gedaan? Nou, ik heb vooral heel veel proberen goed te doen, maar ook vooral fouten gemaakt. Mm -hmm. En wat ik ermee bereikt heb, is dat ik wijzer ben geworden. Ja, dat is mooi. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik praat altijd te veel, vond Ben. Ja, op school, Chantal, je praat te veel, zei ik nog Spanje. Je gaat me zien op tv, meester nog span Toch? Chantal, nee, je gaat niks worden, je praat te veel, ik zei nog span Je gaat zien, je wordt mijn fan. Nee, Chantal, en uiteindelijk, kijk, diezelfde man doet nog steeds datzelfde ding. En ik heb nog steeds gelijk en gehad. Zelfde mensen checken Zelfde je mensen, light, kijk, zeggen we nu en ook gewoon van, hé Chantal, wist je nog vroeger, man, hoe je zei altijd je praat veel? Ik ben blij dat je door bent blijven praten. <laughs> <laughs> ja, dus uh, ja, wat, wat ik heb geleerd ervan, wat ik ermee bereikt is dit. En wat ik ervan heb geleerd is eigenlijk dat je gewoon echt op jezelf moet vertrouwen. Dat is mijn grootste les in mijn hele leven. Dat is de rode lijn in mijn leven. Ja, man. Dat dingen waar, waar ik in geloof, ik moet erin blijven geloven. Gewoon, je moet je niet van je pad laten halen door niemand niet. En het maakt echt niet uit wie het is. Want uh, soms kan goed bedoelde advies je ook van je pad weghalen. Iemand die Blok. veel van je houdt kan jou uh, in het diepe zien springen... en dan denken van... oeh, misschien gaat het niet lukken. En die gaat dan komen met... zou je het wel doen? Is leuk en lief. Maar je moet eigenlijk... naar niemand's mening luisteren. Zolang jij erin gelooft... ga ervoor. Het is, tot nu toe heb ik nooit spijt gehad. Tot nu toe is altijd alles... een succes geworden... wat ik heb gedaan... wat ik eigenlijk dacht ergens... dat ik dan niet zou kunnen. Maar gewoon door het geloof te hebben... in mezelf... en niet op te geven... is het toch gelukt. Ja, ja, ja. ja. ja, dus ja maar dat... ik vind het mooi wat je zegt... want precies dat... Bijvoorbeeld, ik had een, uh, voordat ik deze shop ging openen, ik had gewoon een, uh, een beetje een beetje goede baan. Uh, brandbeveiliging, mm -hmm. denk ik. Uh, en ik had gewoon een contract, alles. gewoon. Uh, die mensen hadden scholing voor me betaald, alles, diploma's en uh, een busje om rond te rijden alles, naar ja. klanten en zo. Alles uh, netjes. En toen wou ik weer een tattoo-shop hebben. Tenminste, toen wilde want volgens mij is het wel geen woord. <laughs> toen wilde ik weer mijn tattoo-shop hebben dus ging mijn contract opzeggen. Maar mijn zus is weer echt van die corporate world. En zij zei: "Nee, moet je niet doen." En het is goed bedoeld. Dat zeg ik. Is goed bedoeld, dat zeg niet Is goed bedoeld, advies, wat, net advies, wat, goed wat bedoeld, ze advies. houden van je. Ze wil, weet of ze ziet ik ze heb een goede niet, baan, ja. ik heb auto van de juist, zaak, ik heb juist. een goede juist. salaris, uh, die mensen betalen opleidingen. Dus ze, ze ziet ik zit goed waar ik zit. Maar ik heb een passie voor mijn tatjes. en ik wil gewoon Juist. Daar, daar, ik wil leven van mijn passie, Juist. ik wil leven voor mijn passie, Juist. ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. Juist. En dat was ook een leuke junta, maar het was een junta. Juist, en je, je, je tatoeëren dat voelt niet, da, als, dat voelt niet als, als een junta. Dat voelt niet als een junta, dat is gewoon wat ik met leuk je haartjes vind haartjes om te doen. Je alles doet. Dus ik ging in het diepe springen weer, ja. en, en mijn zus ging me adviseren van nee, je moet je junta... En dat is, is begrijpelijk. En het is goed bedoeld. Wat je wil niet... Als ik dan moet verplaatsen in je zus. Je wil niet dat, dat, dat je naar je broertje kijkt. En dat hij de grootste fout van zijn leven ja, zei, In jouw ogen. Ja. Je weet toch, in Telefoon, ik spring we... in het diepe en het werkt e niet. niet. En dan heb ik een vaste junta. Ja, heb je gelaten. Gewoon gelaten. Gewoon. Ja. En dat is gewoon, maar in uh... dit geval had je al je plan. Ja. En, je plan. En, en, en je, en je ziet even... het. En mijn, ja en, en ik had mijn plan en ik weet gewoon waar de wil is is ze weg en als je hard werkt Juist. gaat het kunnen en ik ben bereid alles wat ik, he, wat ik maak wat ik heb te investeren in alles wat ik wil en wat ik ja. voor leef. dus Dat is belangrijk dus, dus ja ik, 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 ik was gewoon overtuigd en zelfverzekerd ja, ik dus ik zeg, kon gewoon in de diepe is, springen gewoon, ja. die belief had ik zeker en ik nam er ook niet op geen enkele manier kwalijk. Want ik nee. weet dat ze het goed bedoelt. Ze bedoelt het goed. Want voor hetzelfde geld je, had je dat plan wel. Of wou, had, je, had je wel de intentie om het te doen, maar had je geen goed plan. Ja. Dan had zij nog steeds 100% gelijk gehad. Om je Klop. dat te zeggen. Klop. Maar in dit geval was bij jou. Alle twee plannen waren gewoon waterdicht. Dus eigenlijk was het gewoon aan jou de keuze van wat wil ik. Wat wil ik? Ik heb ja. een goede Junta, ik een goede maar goede ik heb ook, ook een goede talent. Wat ik kan. kan. Dus, nee. En kijk, het is dat ik. Het is dat ik ook gewoon. ...altijd in mensen kan verplaatsen. Dat ik gewoon haar begrijp. Want ik had ook kunnen zeggen... ...oh, dus je gelooft niet in me. Juist. Maar dat is niet de insteek. Maar want dat is niet gelooft, de insteek. Ze gelooft, wel gelooft wel in sowieso in me. Ja, met alles. Maar ze, ja, weet, ja, die... alles. Uh, maar ze, ze wil ze gewoon niet dat ze... je... Een, 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 ...een te overhaaste beslissing neemt. Ze kijkt dat altijd... ...ze mee. heeft altijd naar mijn werk gekeken... ...en ze ...oh, je hebt echt talent. Ja. En altijd... ...omhoog geprezen. Dus daar is... Uh, ...daar ligt het zeker niet aan. Nee, totaal niet. Oh, wat voor, rommel, wat voor rommels heb ik hier gezet, jongen. Wat heb ik hier allemaal gezet. Toch. Even kijken, hoor. Uh, wat doe je als je met je vrienden rondhangt? Ja, ik ga eerlijk zeggen, ik hang niet mee. <laughs> ja. Als we hangen, zijn we gewoon in elkaars bed gewoon thuis. En met mijn beste vriendinnen zijn we nichtjes, weet je. Dus het is een beetje anders. Wanneer ik met mijn vrienden hang, dan tel ik ze. Ja, ik <laughs> <handelijker>. <laughs> dat is helemaal niet. Dat zijn mijn Euros, ja toch? En mijn cheeks, en mijn gezin die, gewoon. Ja, mijn ja, dat, dat, mijn dat, man is mijn allerbeste vriend. is mijn team ja. gewoon daar, toch? Dus ja, en mijn vrienden gewoon, uh, ja, wat doen we? Wat ik heb niet heel veel vrienden, nou, maar de vrienden die ik heb, we gaan naar Ajax-wedstrijden en zo. Wij gaan meestal, we zeggen hier toch, gaat dit eten? <laughs> gaat <het> eten, <laughs> eten. Even, we doen meestal om de beur, dan kiest iemand een uh, plekje uit. Met mijn twee beste vrienden bijvoorbeeld: ja. uh, Diase en ja, Erwinia. Als ik met hun dan uh, ga, dan kiezen we gewoon een leuk plekje uit. En dan gaan we gewoon lekker eten. Ja, 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 ja. En, uh, even bijpraten. Je weet toch, wat we willen allemaal ergens anders wonen. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, nee. Leuke dingen. Niet hangen op straat. Niet hangen. Die tijd is voorbij. Als voor ik mij. hang, dan hang ik op de bank thuis. Op de bank, ja. Na nou werk thuis ja. op de bank hangen ja. met een biertje. Dat, dat, dat is uh, dat In mijn bed hangen gewoon. Netflix kijken. Dat is hangen. dat is niet echt gekke dingen. Eh... Wie is je oudste vriend en waar heb je die ontmoet? Ah, ik heb, ja, ik wil eigenlijk geen namen noemen toch. Heb, er zijn een paar, ik ja. heb een paar kleine cirkelnickers van vroeger gewoon met wie ik al, nog steeds goed ben. Austin Jurson, Ansheloot de Zorotjoch. Uh, als ik nu namen opnoem, dan gaan andere mensen, een paar anderen denken: ja, Oh, hey, hey, zou, elkaar, hij noemt dus, mij niet. Oh, nee, he, noem mij niet. Is, ja, Daarom vind is, ik het een beetje duin. Om te zeggen: de mensen die ik nu opkom en dan misschien mogen denken: hé hey, shit, hè, moest ik ook zeggen, maar dat is mijn Ja, man, nee, ik heb. Mijn vrienden zie ik niet vaak. Ja, ik heb één, één vriendin, dat is de oudste, mijn oudste vriendin, dat was mijn allereerste beste vriendin van de basisschool, ja. Priscilla. Priscilla. Uh, zij is nu uh, regisseur ze uh, doet allemaal mooie, echt, echt leuke dingen. Ze theatershow's en zo, dus ik ben echt trots op haar. Maar dat is echt mijn oudste vriendin, gewoon. En het leuke ervan is, onze vriendschap is nooit veranderd. Vanaf dat we kleuters zijn tot nu zijn we gewoon vrouwen, moeders en shit. Ja, ja, maar het ja. is nooit veranderd. Dus dat we zien elkaar, cool. hoeven elkaar niet dagelijks te zien. Maar meisjes. het moment dat ik haar zie, zijn we gewoon weer die twee kleine meisjes van vroeger. Ja, ja, en, ja, ja, toch, niks ja, ja. is raar, het is niet awkward of zo, het is gewoon echt mijn vriendin. Gewoon. Ja, dat is, dat is echt mijn nice. oudste vriendin. Dat is wel nice. En daartussen zitten er nog een heleboel natuurlijk, maar we ja. hadden het nu al voor de oudste. De oudste, ja. <laughs> ja. ja. Die van mij waren gewoon op de blok ontmoet in de buurt. Gewoon. Ja, het was ja. echt mijn eerste, gewoon de eerste dag, we keken naar elkaar en dat is gewoon mijn vriendinnetje direct. Ja, ja. ja. En daar is, ik geloof ook in schoolmates, in vrienden. Nou, ik ja, denk als, dat... Maar als je zo gaat kijken, mijn oudste mattie is Michael. Mm -hmm. Michael, want hij, toen ik nog op de basisschool zat, zat hij al op de, in de eerste klas. Hij is ja. een paar jaar ouder dan mij. Toen ik nog groep 7 of zo zat, zat hij al in de eerste klas en hij kwam mij van school halen. Ja, zie je, dat is dat je oudste dus dat dat was. Ja. En met hem was ik vanaf klein, school, ja. vanaf jong. School. Ja, en die band is ook nooit anders geworden. Nee, het is, gewoon, het is nog steeds wel ja. nee, mijn gewoon... Wat, 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 je bent niet meer elke dag samen. We zijn niet elke dag samen, maar we hebben geen. Nee, het is niet awkward als je ja, het is gewoon van. Even fucking long time, man. Gewoon als vroeger, dat bedoel ik. Maar dat vind man, ik ook ja. wel mooi, weet je, dat je dat gewoon hebt met mensen. Want met, ik heb dat niet met iedereen. Sommige nee. mensen. Als je ze gewoon een tijdje niet ziet, dan is het eigenlijk ook gewoon van, ja. ik uit het ken, oog, ja, uit het hart. Uit het hart gewoon, ik ken je, maar dat, dat is het ook. Er is eigenlijk ook alles mee gezegd. Er is, er is geen toegevoegde waarde om in elkaars leven te blijven. En dat, dat mag ook. Want je hoeft niet altijd ruzie te hebben met iemand of wrijving om niet met iemand om te gaan. te gaan. Ik kan je gewoon aardig vinden, maar uh, ik voel je gewoon niet. Dus dan ja, weet je wat ook gebeurt? Is, ik denk gewoon, uh, op een gegeven moment wordt iedereen volwassen. Iedereen gaat gezinnetjes starten. Je krijgt zo, andere, ja, je krijgt zo, andere interesses en andere interesses en dan gaat gaat uit elkaar. En ik moet niet liggen, een paar van die niks van me zijn dit, een paar zijn junkie geworden, ja. je weet toch die life? Ja. ja. Straatlevens verslindt je als je ja. niet, uh, ja. je weet toch, gebouwd bent ervoor. Ja, maar daarom ben ik blij dat ik blij ben, dat ik, dat ik leef en dat ik gezond ben. Dus dat. En dat ik uh, ondanks alle shit wat ik heb meegemaakt gewoon hier zit, met een brede smile op mijn smoel. <laughs> toch? Ja, en nog steeds alles aan kan. Ja man, dus, uh, elke dag weer dankbaar ja, om dankbaar wakker voor te alles, worden, hoor. dat is gewoon hoe het leven gebouwd is. Dus. Even dat is gewoon hoe je moet zijn, man. Ik ben elke dag weer dankbaar dat ik hard kan werken. Ja. Ja. En uh, mijn doelen kan... Weer een stapje dichter bij mijn doel. Weer een kans om te proberen je doelen te bereiken. Ja. Weer een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kans. Dat, 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 dat is mooi gewoon. Wie kent jou het best? Mm, ik denk mijn moeder. En dat zou ik dus ook zeggen. <laughs> ja, ik denk mijn moeder. En toch, mijn moeder kent me het best natuurlijk, in mijn vader. Maar ik denk dat uh, mijn beste vriendin, uh, mijn nichtjes, die twee, dat hun mij ook heel goed kennen. Ja, want, want hun want, zien. Want mijn kant, ouders kant, kennen maar die ja, kant van ja. me, waar ik ben weet toch? Ik ben geboren. Hun hebben me gemaakt mm -hmm. en ze kennen echt mij in de finesses. Maar je hebt ook een andere kant die hun niet zien. Ja, ja, ja. en, ja. en die kant. <laughs> Kennedy, die, die twee nichtjes kennen die echt, echt. Ja, ja, ja. En mijn man natuurlijk, want ik heb totaal geen geheimen voor mijn man. Ik ben, gewoon, ik ben sowieso met iedereen een open boek, maar met mijn man helemaal. Ja, ja, en ik ja, vind ja. dat is belangrijk, want Zeker. ik vind niemand moet naar mijn man kunnen gaan met een tori van... Hé, hey, hey, wist je weet. dit van je? Ja, of wist verrasen. je dat? Kijk, je moet het ook niet gaan proberen, want hij gaat af aan niet eens luisteren. Dat dat. Maar gewoon voor het geval dat, zeg ik gewoon alles. En, en ik, ik, ben, ik ben wel vaak aangesproken door andere vrouw: van nee, je bent dom en je moet dat niet doen. En... Ik ervaar het anders, want ik heb daardoor geen spanningen. Ja. Mijn man weet gewoon, hij kan gewoon 100% zich op dat gebied gewoon van: ja, ik, ik, ik weet het, ik ken je aantal, je weet toch? Ja, 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 ja. ja. Dus dat... En het is altijd beter voor een relatie als. Het van je partner hoor. Ja, dan van dan een, een ander. Van een ander op straat ja, een ander. Hoort, of wat dan Want als een ander iets, iets doorgeeft, komt er weer een hele andere lading erbij. Ja, en dan komt er ook wat, wat erbij komt kijken, is dus waarom heb je me niet gezegd? Juist. juist. Dus je hebt geheimen van mij. Juist. Kan ik jou wel vertrouwen? Juist. En dan gaat het niet meer om datgene wat je niet hebt gezegd, maar dan het gaat het niet om, om vertrouwen principe, en principe vertrouwen. kwesties en al dat soort rotzooi. En daar heb ik dus geen zin in. Ja. Dus <laughs> om al dat soort dingen te voorkomen en te vermijden, is eerlijk eerlijkheid het beste. In, ja. Het beste. Als je wil dat iemand van jou houdt, dus van jou niet van jouw masker, maar van Gewoon jou, van jou moet je dan op... moet je diegene wel de kans geven om jou, om jou te leren, te leren kennen. kennen. En dan moet je kwetsbaar, voor, je moet je kwetsbaar openstellen. Tuurlijk, op. als je. Als je je skeletons in de closet bewaart, dan houdt diegene van het beeld wat je voorgehouden hebt. Ja, maar dan ga je ook ergens door de maan vallen. Want en, en dan gaat diegene niet meer van jou. Ja, of terwijl of die als je. Als diegene die dan. skeletons allemaal al wist, ja. en, en dan van je gaat houden. Dan houdt maken. diegene van jou. Ja. Niet van Zo het beeld van wat je geschetst hebt. Juist, juist, juist. Dus dat is denk ik iets wat belangrijk is. Is gewoon open en eerlijk zijn. Ja, gewoon, dat vind ik ook. Uh, in een relatie. Ja, take, 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 neem het gewoon zoals het is, joh. Ja, toch. En ik bedoel, dingen in het verleden moeten je vandaag de dag niet storen. Nee. Want dingen die in het verleden zijn gebeurd, die hebben mij gemaakt tot wie ik ben op het moment dat jij me hebt gezien. Dus als jij problemen hebt met het verleden, heb je ook problemen met mij eigenlijk als persoon. Ja. ja dat is mijn logica. Je kan ook problemen hebben met de keuzes en de bewegingsreden dat iemand gehad heeft. Of met, je weet ja, nog. maar het verleden kan je niet veranderen. dus nee, ik je vind, kan het ja, sowieso niet veranderen. Vind, je, je, wat, ik, wat er ook is gebeurd, echt goed, slecht, maakt echt niet uit. Het is allemaal voor mij tijd. En ik ja. hoop gewoon als persoon dan dat jij gewoon iets ervan hebt geleerd als mens. Je weet toch, je moet niet dezelfde dingen weer gaan doen. Want dan, is dan dat, dat, dat zet geen zoden aan de dek. Maar als jij gewoon, je hebt, wat je ook hebt meegemaakt. En nu ben ik daar. Wij zijn nu hier. Wij gaan nu dit samen doen, gewoon. Mm -hmm, ik vind mm -hmm. het verleden moet niet terugkomen, want je kan dit niet veranderen. En ik vind dingen die je niet kan veranderen, zijn ook niet relevant. Klopt. Want het heeft geen zin om dan. Ik zeg, ik noem het zomaar een voorbeeld, hoor. Van ja, je hebt toen uh, Johnny genaaid. Waarom heb je Johnny genaaid? Je kill. Je kan die shit niet terugdraaien. Het is al gebeurd. Klopt. En <laughs> dat wat ik bedoel. Dus klop, ja, klop. je kan iemand niet veroordelen voor fouten in het verleden. Maar kijk, ik kan wel, ik kan wel kijken, gewoon van. Bepaalde dingen die in het verleden, iemand in zijn verleden heeft gedaan, kan wel aantonen wat voor karakter die persoon heeft. In nee. De zin van, of wat voor. Kijk, laat me het zo zeggen. Als, als, als ik nu iemand zou ontmoeten, mm -hmm. toch? Ook al zegt diegene het eerlijk, gewoon van: hé, hey, ik had een vriend. En uh, toen het uit was, ging ik zijn broer naaien, zijn neef. En als een Matties heb ik genaaid. Dat, dat denk ik gewoon <grijg> ja, <maar> van: oké. Okay, <grijg> Daan, <ben jij, grijg> weet toch, ik ga je niet jodgen, maar wij kunnen nu niet samen zijn. Ja, want kijk, jouw karakter, ja, toch? Is, is iemand, jouw principes en jouw normen en waarden komen niet overeen met die van en mij. En dan nog, dan ga ik advocaat van de duivel spelen. Stel je voor, dat was gewoon op dat moment dan een meisje die zodanig pijn had, want dat was voor haar de liefde van het leven. En die keel is met haar moeder naar bed gegaan. Daarom is zij nu met al die niffels, brada, om iedereen naar bed gegaan. Dan zit er een verhaal achter. Ja. Niet dat ik het goedkeur, ja. maar die nee. persoon heeft gehandeld uit pijn. Okay. En die persoon okay. heeft, heeft in de loop der jaren het besef gekregen dat dat niet de manier okay, is om, maar wacht, wacht. om te leven. En is 63 gedraaid en weet gewoon nu van, no, vanaf nu niet meer. Ik heb het geleerd, ik doe dat niet meer. En is tien jaar gewoon netjes geweest en komt dan jou tegen. Maar ik denk zo. Dan hoe jij advocaat van de ik <laughs> advocaat <lacht> van de heren <laughs> Toch? Men zegt: gij zult geen vuur met vuur bestrijden. Ja. Toch? Maar... Dat wil zeggen, als iemand iets fucked up doet, toch, dat snap is maar. diegene zijn judgment en diegene zijn tijd komt Helemaal. voor zijn karma. Helemaal. Ga jij nu ook ja, vies maken in de modder? Ja, maar. Da 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 dat, dat spreekt dan meer over jou dan over diegene. Helemaal. Want diegene zijn acties. Zijn al Zij acties vals. vals. Ga jij ook vals zijn? En doe je in de tussentijd, omdat je pijn hebt, ga je jezelf op lange termijn meer pijn doen. Klopt. Want, wanneer, ze, wanneer ze die neef, die neef, die neef die allemaal hebt gehad, achteraf gaat, 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 gaat het, gaat het haar, aan haar knagen. Ja, Want die, die man, bij wie je dat doet, hij gaat gewoon verder met ja, zijn neef. En nu heb je jezelf nog meer gekwetst dan wat je al gekwetst was. Klopt, maar dan gaan we weer terug. Het is in het verleden. Die persoon was toen 21 en dom. Ja. En nu is diegene 31. Kan jij niet diegene straffen voor die fout die ze op de 21ste heeft gemaakt. Dat is wat ik bedoel. Want die vrouw is 10 jaar gegroeid. Ja? Ja. Ze is al lang niet meer die dommie van 21. Dus ja. dan in mijn optiek kan ik haar niet kwalijk nemen dat ze toen zo dom was. Het feit dat ze me vertelt, wil zeggen dat zij al heeft beseft. Ja. Dat zij daar dom was en nu niet meer dom is. En ik ga daar haar ik ga daar niet voor veroordelen. Want anders kan je eigenlijk niemand in het leven een soort van een kans geven. Want niemand heeft een schone lijn. Niemand heeft een, een schone lijn. Maar er zijn, lijn, zijn bepaalde man. dingen die in mijn ogen een beetje ver gaan. Sommige dingen gaan ja, ik, in jouw ogen te ver. in yes. de mijne ook, ook wel. Begrijp je feilen, wat ik bedoel? En zo heeft iedereen zijn ieder eigen grens. Maar stel, je bent, je bent verliefd en je houdt van diegene. Vind ik, dat is gewoon echt mijn mening vind ik dat je diegene niet kan veroordelen om iets wat voor jouw tijd is gebeurd. Tenzij het een patroon heeft. Je weet toch, Stel, het is iets van vroeger, maar je ziet, uh, ze, hebben, ze hebben het uh, acht keer nog gedaan. Ja, kijk, dan, dan is dat gewoon je lifestyle. Dat is iets anders. Maar gewoon een incident. Ja. Voor mijn tijd. Ik vergeef die shit, man. Dan gaan we nu opnieuw beginnen. Dan moet je weten dat je die kanaal niet meer moet doen. Maar ik vind het wel mooi geweest zo. Vind jij het niet mooi geweest, Gilly? Jawel, ja, wel. We dat was weer een een gezellige leuke aflevering. aflevering weer. Nou, we willen jullie ook bedanken voor het kijken natuurlijk naar ons. Ik zal zeggen, volg ons op alle socials. TikTok, Facebook, Instagram, je weet het wel. Abonneer op, Abonneer YouTube. op YouTube. Heb je toevallig een vraag wat jij vindt van... Hé, hey, dat lijkt me wel iets voor Chantal en Gini. kunnen bespreken in de podcast. Ik zal zeggen, stuur het naar de inbox. Speel zelfs geen cap. Yes. En daar wil ik het bij laten. Voor nu zal ik jullie een fijne avond wensen. En tot de volgende keer. Zelfde plek, <laughs> zelfde tijd. Ik ben Chantal. En ik ben Tatoe Gini. Tot de volgende keer. Pow, pow. Doei!